Hello everyone! Welkom to de sneeuwvlog. Van een oude hoed, filterhoed, oude filterhoed. Over de volle lengte van de onderkant is hij aangevreten door motten, waardoor de hoed angstjagend naar jullie lijkt te grijnzen. Jullie voelen er allemaal ongemakkelijk bij, maar de aanblik van de hoofddeksel lijkt wel op William flink aan te grijpen. Er schiet een herinnering naar boven. Zat erbij wel kunnen pakken? Ja. Oké. Okay. Echt nummer 1? Ja. De hoed. Die was een jurist die hier aanbelde. Hij wilde iets schrijven over de familiegeschiedenis. Ik was opgewonden, want toen wilde ik al journalist worden. Maar oma Richard wilde geen pottenkijkers en smeet de deur met van zijn gezicht dicht. Opa Harry en papa Oliver kwamen af op de herrie. Papa vond... Wacht even, iets langzamer. Opa Harry en... Olivier. Ja. Ja? Kwamen af op de herrie. Papa vond dat ze hem toch binnen moesten laten. Adel, verplicht, zei hij. Ik weet nog goed wat Richard tegen hem zei. Die traditie van jou maakt nog... ons nog eens kapot. Wat als hij erachter komt wat we gedaan hebben? Maar papa knipoogde naar mij en zei dat hij dit varkje wel zou wassen. Terwijl papa de journalist rondleidde, hield Richard en Harry hem argwaan in de gaten. Dus de journalist vroeg papa iets waarop hij antwoordde niet wist. Richard stoot Harry aan. Ze waren erover eens dat het helemaal misging. Ik snap niet wat de bedoeling, wat ze bedoelde. Maar toen vluchtelde dit Maar toen vroeg de journalist of hij in de kelder mocht zien. Papa begon te stampen. Hij werd helemaal rood. Maar het ergste was de blik van Richard. Hij leek erop alsof hij papa wel kon wurgen. Bij Olivier naïef zetten, omdat hij niet nadenkt over wat hij doet. Ja. Bij Olivier ook naïef. En bij Richard komt wel steeds die opvliegend terug. Was dat naïef? Ja, hè? Oké. Okay. Thank you.
Nee, ik kan de vrijdag eigenlijk niet echt iets zo maken. Nee. Dan gaan we naar de volgende actie zeker. Yes. Van de kelder staat iemand een haastige boodschap op de muur gekrast. OC/PC help. Gemotiveerd beseften jullie dat dit waarschijnlijk de laatste boodschap was van Olivier en Patricia in nood. Maar wat deden ze hier als ze in het tuinhuisje zijn omgekomen? Dat merken jullie een aantal jaar. Dat merken jullie het jaartal dat onder de boodschap gekrast 1970. Jullie ouders zijn pas in 1985 om het leven gekomen. Deze boodschap maakt dus geen deel uit van het misdrijf die aan uw onderzoek wil. Maar wat is er gebeurd in 1970? Dat is een vader geboren. Legit. Er staat niks voor de rest bij. Oké, actie. Oké. Next. Kunnen jullie kijken in deze hoek bij die kast? Dat is geen kast, er is iets wat aan hangt. Ik heb het idee dat in die kelder, dat daar zoveel ligt. Nou, dan gaan we daarin. Dan gaan we naar B. Oké, okay, nu mag jij voorlezen. In de verste hoek van de kelder is het zo donker dat jullie nauwelijks wat zien. Pas als jullie lang turen, zien jullie een paar onopvallende voorwerpen. Een doos, een gieter, een afgedekte fauteuil en een paar stoelen. Ook hangt er een afgebladderde poster aan de muur. Niets interessants, toch? Een kruisje, maar ik kan niet lezen wat er daarbij staat. Nee, dat kan ik wel niet lezen. Maar wel een rood kruis. Dat is wel raar. Ja. Zo. Heb je zo'n sleutelkastje? Oh. Moet ik toch naar de volgende actie? Actie. 5 voor 12. Dus dan gaan we naar 7C. En als daar die sleutel in zit, hè? Kom maar. Dus. Jullie zien een ijzeren sleutelkastje naast de voordeur. Gretig maakt Roy het kastje open en haalt er 4 sleutels uit. Hij steekt ze 1 voor 1 in het slot van het kantoor, maar geen van de sleutels lijkt te passen. Gefrustreerd smijt hij de sleutels op de grond. Brigitte kijkt nog eens goed naar het sleutelkastje. Hij lijkt haar iets binnen te schieten. Brigitte pakt herinnering 6 en leest deze voor. Herinnering 6. Oh, echt als eerste in het sleutelkastje onthouden. We gaan echt verholpen naar her. Koekje, meneer agent. Oké. Brigitte. Natuurlijk zit die sleutel niet in het sleutelkastje. Die verstopte ze ergens anders. Ik herinner me hoe wij tikketjes speelden en naar binnen renden. Zo tegen een politieagent aan. Tante Anna trok me hardhandig weg en siste dat ik rustig moest doen. Ik was overstuur. Maar mijn moeder Patricia zei dat ik me er niets van aan moest trekken. Olivier en Anna waren bezig met een of ander onnozel plan.
Iedereen leek gespannen toen Olivier de agent door het huis leidde. Ik zag dat mama op haar nagels beet toen de agent vroeg of hij de kelder kon bekijken. Maar toen de agent binnen een paar minuten alweer uit de kelder kwam, waren onze ouders opgelucht. Toen vroeg de agent of hij ook nog even in het kantoor mocht kijken. Olivier vroeg Anna of zij de sleutel wilde pakken uit de koektrommel. Ze kwam terug met de sleutel en bood de agent meteen een koekje aan. Zelfgemaakt, zei ze. Mijn moeder rolde met haar ogen. Ja, dat zal ons redden, mompelde ze. Toen vroeg ik wat ze bedoelde. Toen ik vroeg wat ze bedoelde, wilde ze dat niet zeggen. Koekjestrommel. Je moet op zoek naar een koekjestrommel. Hij kan er niks uithalen. Die liggen in de keuken. Dat zou ik volgende. Ja. Volgens mij, even kijken, mijn moeder. Wie was mijn moeder? Brigitte, Patricia. Volgens mij is Patricia pessimistisch. Oh nee, die hadden we al neutraal. Ja. Oké. Sceptisch. Ze rolde met haar ogen, want dat zal ons helpen. Ja. Ja? Even kijken nu. We hebben het kanaal. Oké, next. Oh, Lindekop. Hij is de. Ik vind dat maar niks. Wat was dat? Kom nog. Slang. Oké. Pak gebeurtenis 9 en lees voor. Is iedereen te vertrouwen? Jij moet als eerste Roy. Wie raakte me aan? Hou je tanks bij je. Ik word trouwens echt moe van die generator. Het is het niet dat ik bang ben in het donker of zo. Maar hou echt niet van het idee dat iemand mij zomaar kan besluipen. Die hufter durft dan ook alleen maar dingen te doen in het donker. Laat je eens zien als het licht aan is, hufter! We kunnen natuurlijk niet roepen, want we hebben een paar kinderen liggen. Ik weet niet welke zin jij hebt gezegd. Ja, zo kwam het beter over. Ik voelde duidelijk iemand tegen mijn schouder botsen. Was dat een van jullie? Of de... Waarom zou iemand zo om mij heen hangen? Het zal toch gewoon bangmakerij zijn? Of ben ik een of andere uitverkorene of zo? Leg deze kaart af, tik op het scherm, ga verder waar je was gebleven. Nou, voor de slotzooi. We zijn over 12. 5 over 12. Dan met nacht. Ja, hier ook. Oké, ik denk dat we hier helemaal de eerste kopjes doen. Nou, dan gaan we naar 3B. Ja. Oké.
Jullie zien een groene met wit geruite koekjestrommel. Het lijkt wel een doodnormale voorwerp voor in de keuken. Maar als jullie hem open doen, vinden jullie de restjes van de lange gelegen vergegaande koekjes. Ook een grote ijzersleutel met een zware handvat. Oké. Dus nu kunnen we naar het kantoor. Ja, ik denk het. Maar deze kaart moeten we bewaren. Want we hebben nu de sleutel. Ja, dan zal ik hem eventjes hierbij leggen. Oké. Mooi, kantoor. Kantoor. De sleutel past, de deur zwaait open. Jullie zien het heiligdom waar jullie als kind nooit werden toegelaten. Het kantoor van jullie ouders. Oh, het staat altijd in mijn tekst. Yes, woehoe! Het is me, ons gelukt. Kom op mensen, een beetje enthousiasme graag. Volgens mij gaan we hier alle antwoorden vinden die we nodig hebben. Josephine, doorzoek jij het bureau. William, jij moet die kast bekijken. Roy, ik heb dorst. Geef eens wat water. Oh, wacht even. Glimlach naar mezelf. Ik ben het met je eens hoor. Hier gaan we veel antwoorden vinden. Maar laten we niet als een kip zonder kop alle bewijs in dit prachtige klassieke kantoor door de war halen. Zover gaat het kantoor. Oké. Ik zie hier een videoband. Gaan we daar? Ik zie hier poppetjes. Zullen we eens die videoband doen? Ja. Dus 10C. Oké. Want dan kunnen we bij de volgende actie weer naar die video spelen. Ja. Kijk, dan ga ik het even zo zetten. Want ik denk dat we deze kamer C, hè? Was het, hè? Ja. Kijk, deze kamer kunnen we dan denk ik wel helemaal anders zoeken. Videoband 2. Jullie zien hier een open blote videoband liggen. Het lijkt zo te zien neergelegd dat jullie hem niet kunnen missen. Maar door wie? En heeft deze persoon wel echt het beste met jullie voor? Houden jullie maar de tv en een videospeler bij de hand? Oké. Dat is een bewaarkaart. Oké, okay. Dus dan lijkt het me dat we dan, waar staan die andere videobandkaart? Nee. Dan wachten ze hier bij elkaar. Op de kamer. Dus dan weer hierheen dan. Dus dan weer naar 4D. Ja. Maar die moeten we dan even terug. Oh, die had je daar. Okay. Ja. Ja. Je bent in bezit van videoband 2. Pak herinnering 10. En lees die voor. Het spoedberaad. Het scherm lijkt zwart te blijven. Pas na een paar seconden zie je dat dit door de deur van de vergaderzaal is. Hebben wij een vergaderzaal? Iemand heeft zijn best gedaan om door een key te filmen zonder zelf ontdekt te worden. Toch zie je flitsen van je ouders in verslagen toestand. Opa Harry zit met zijn hoofd in zijn handen en mompelt dat het spel uit is. Richard en Olivier kijken elkaar haatdragend aan en Anna en Patricia vermijden elkaars blik. Dan neemt Iris het woord. Als we wachten op de terugkomst van de politie raken we alles kwijt waar we de afgelopen 30 jaar aan hebben gewerkt. Maar als we nu samen actie ondernemen, moeten we de schade kunnen beperken. Laat binnen een half uur zoveel mogelijk waardevolle spullen in de auto's. Ik zal de kinderen zeggen dat ze allemaal een koffer met kleren pakken en helpen waar ik kan. Harry werpt tegen dat het geen zin heeft. Het huis ligt vol bewijsmateriaal. Nu wel, zegt Iris, maar als het straks is afgebrand, niet meer. Zeg maar alvast gedag tegen je oude leventje, zoals je dat 30 jaar geleden ook hebt gedaan.
Oké, maar hier is net het voortouw. Dus even meekijken dan. Vooruitstrevend. En optimistisch. En optimistisch? Ja. Ja. Klast. Oké. Actie. Oké, ik denk dat we weer naar kantoor moeten gaan. Ja. En dan... Hier heb je een ladenkastje. Ja, zullen we daar kijken? Ja. Dus dat is 10? 10D. Doe maar even. Dit is de archiefkast. Vinden jullie het testament dat jullie zo goed kennen? De documenten dat garandeert dat het vermogen van jullie ouders zouden worden gebruikt om jullie een goede leven te verschaffen. Deze versie van het testament is echterlijk mishandeld. Bij ieder van jullie is de achternaam doorgekrast met een rode inkt. Maar we zagen in de kelder ook een bord met rode inkt. Rode stift, hoe was het? Ja. Stond een kruis erin? Ja. Dus wat houdt dat dan in? Alle achternamen waren met rood. Of geluid doen. Ja. Maar alleen van de kinderen? Ja. Dus iemand wou dan niet hebben dat wij de erfenis kregen. Anders zou het niet al onze achternamen met rood doorstreept zijn. Ja. Ik vind maar raar iets. Eigenlijk. Ik ben heel erg goed. Ik ben heel naar 10A. Dat is ook 10. Een kastje. 10B bedoel je. 10A. Klopt. Kunnen we bij een schip bij de volgende actie doen? Ja, ik pak 10 aan. Op de hoek van het bureau ligt een ordende met financiële gegevens uit de jaren 70. Zelfs door de grootste financiële leek het duidelijk dat de uitgaven van de familie in de jaren rond jullie geboorte ineens dramatisch omhoog schoten. Jullie zijn verbaasd. Zulke dure kinderen waren jullie toch niet? Voor jullie verder in de orde kunnen bladeren, houdt Felix jullie tegen. Er komt bij hem een herinnering naar boven. Herinnering 7. Felix. Dat is bijna door elkaar te zien. De gevonden man. Er gebeurde die middag zoveel raars. Wij moesten buiten spelen, maar ineens hoorde ik tante Patricia tegen opa schreeuwen. Ze was altijd al moeilijk te missen, maar nu ging ze echt uit haar plaat. Hij heeft de map gevonden, zoiets. Opa Harry holde naar de studeerkamer en ik moest weten wat daar gebeurde. Oom Olivier probeerde de agenten overbluffen. Hij zei dat wij een oude, voorname familie waren en dat wij het recht hadden om niet als criminelen behandeld te worden. Hij wilde hoe dan ook voorkomen dat de agent een map zou bekijken die op het bureau lag. Er zaten financiële papieren in ofzo. Opa zei tegen oom Olivier dat hij op moest houden met traditionele onzin. Beheers maar ferm vroeg hij of de agent een huiszoekersbevel had. Toen bleek dat hij dat niet had, zei opa Harry dat hij moest gaan. De agent roept af. Olivier zei nog dat ze nu hopelijk veilig waren. Maar opa Harry keek hem alleen maar minachtend aan. Wat ben je toch goed gelovig? Hij komt zeker terug. En niet alleen. Ik ga even meekijken. Wat hebben we bij Olivier staan? Optimistisch, ja, dat hadden we al. Ja.
naïef en beheerst. Olivier is ook naïef. Maar dat hadden we al zeker? Ja, dat hadden we al. Ja, dat hadden we al. Maar ik denk dat Harry ook optimistisch is, of tegenovergestelde. Pessimist is wel helemaal negatief. Ja, klopt. En vooruitstrevend. Ik wil echt even opzoeken wat conservatief betekent. Sorry. Dat is echt één woord dat ik op mijn hoofd sta. Eigenlijk is het wat het nou eigenlijk... Oh, wat ik... Net als dat wij de andere Oerlandse taal of zodanig goed kennen of zo. Conservatief betekenis. Politiek, ethische en culturele gezindheid die zich grondvest op de traditie. Het begrip conservatisme is afgeleid van het Latijnse conservare, dat beschermen en ongezonde toestand bewaren betekent. Dus dat is Olivier. Olivier is conservatief. Ja. Dus heel traditie, net als Harry waar jij je kruis had. Olivier, ja. Heel traditiegericht. Ja. En wat is dan vooruitstrevend? Streef naar vernieuwing of als iets vernieuwend is, voorbeeld of uitstrevende technieken. Oké. Okay. En welke hadden we nou nog dan we dachten van? Pessimistisch, hè? Ja. Het slechtste of gaat uit van het slechtste. Ja. Dus optimist positief, pessimist negatief. Ja. Sceptisch. De goede betekenis ervan. Oh. Dat gaat er niet over en volgens mij is het niet sceptisch. Wantrouwig. Geneigd te twijfelen, niet geloven dat iets goed is of goed zal aflopen. Nou, zijn dat nu een beetje allemaal? Ja. En, ja, eigenlijk wel. Die Iris, tante Iris, was dan naïef. Want die dacht dat het allemaal goed ging komen. Ja. Komt allemaal wel goed. En dan zijn ze sceptisch. En dan Anne. Harry is ook sceptisch. Olaf is naïef. Waarom heb ik hier trouwens nog een kaartje liggen bij herinneren? Herinnering 1, die heb jij hier gelegd. Shit, wanneer kwam herinnering 1 nou ook alweer? Nou, waar is het? Ik ga zo terugkijken, hier hè. Patricia zeker. Ja. Voor zes. En dit is zes. Ja. Patricia was ook sceptisch. Ja, dat weet ik. Oh, dat had je al. Oké. Ja, de rest kunnen we eventueel later nog. Ja. Herinnering 7 is de laatste. Ja. Oké. Actie. Ja, anders. Oké. Okay. If you like this video, doe thumbs up. Search down here for the big red beautiful button with subscribe on it. Click it. And then put the notification bell on.
Yes, so every time we upload something new, you can get a notification. Bam. And we see you next week with our Disney vlogs. Bye! Dan net niet uitkomen met de Disney vlogs. Jawel, dat is over 3 weken, dat moet lukken. Nou, ik 3 uur.